Hey, en leuk dat je kijkt naar Vlogmasdag 26. Het is vandaag tweede kerstdag en ik heb een enorm groot first world problem. Genaamd, ik wil te veel dingen doen en ik heb te weinig tijd. Het is al, wat laat is het? Het is al iets voor 12. Ik heb vanochtend voor mijn doen uitgeslapen, zoals een uur of 9. Ben daarna aan de edit van de vlog van gisteren gegaan. Met een heleboel boekentips daarin trouwens, mocht je hem gemist hebben. Maar daar ben ik iets van 2 uur mee bezig geweest. Dus ja. En ik wilde eigenlijk vanochtend lekker in bad voordat we gingen lunchen. Maar gezien het al bijna 12 uur is, denk ik niet dat ik het ga redden. Ik wilde puzzelen, ik wilde lezen, ik wilde... Wat wil ik nog meer? Ik heb zin om weer eens een keer mijn haar en make-up te doen. Voor het eerst in tijden. Dus ik dacht, daar ga ik ook lekker de tijd voor nemen. En eind van de middag komt dus de vrouw van mijn opa gezellig langs. Om dus te eten samen voor tweede kerstdag. Ja, het wordt de eerste kerst zonder mijn opa. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben nooit een hele grote familie. Dus voor ons, ja, is eigenlijk de kerst met de coronamaatregelen niet heel veel anders dan anders. Mijn oom zou eventueel nog kunnen komen, maar die heeft over het algemeen niet zoveel met feestdagen. En het is in onze familie ook niet zoiets van, oh het is een moetje en je moet leuk doen met de kerst en zo. Daar zijn wij allemaal niet van. Dus eigenlijk alleen de vrouw van mijn opa komt langs. We gaan lekker kaas fonduren, dus lekker makkelijk. En het is ook niet alsof je helemaal opgedirkt moet of zo. Dat is het chillen van onze kerst. Ik weet bij heel veel mensen, als je kerst viert met de familie, dat je de hele dag langs moet. Dat je ontbijt, lunch, diner, weet ik het wat, hoeveel gangen. Helemaal strak in pak, jurkjes, make-up, weet ik het wat allemaal. Wandelen tussendoor, spelletjes tussendoor. Maar dan niet omdat het leuk is, maar omdat het moet. Het is ook altijd zo dat de meeste familieruzies ontstaan met feestdagen. Om dat soort dingen. Ja, ik weet niet. Wij hebben dat gelukkig niet. Ik vind het ook altijd wel grappig, want ik ben dus echt gek op de aanloop naar kerst. Dat hebben jullie ook wel gemerkt afgelopen maand met Vlogmas natuurlijk. Maar kerst zelf... Ja, ik vind de aanloop er naartoe leuk met alle leuke dingen die ik dan doe met vriendinnen en zo. En gewoon mijn kamer versieren en kerstmuziek luisteren en kerstfilms kijken. Maar kerst zelf... I really don't care. Dus vandaar ook dat je me niet heel erg bijzondere dingen ziet doen deze kerst. Maar ik wil dus misschien me wel leuk gaan aankleden en zo. Gewoon omdat ik er zelf zin in heb. Niet omdat wij dat dus verplicht doen of zo. Maar wel benieuwd hoe het bij jullie zit qua tradities met kerst. Hebben jullie ook juist dat je dan bijvoorbeeld op tweede kerstdag juist een foute kersttruiendag hebt? Wij hebben dus eigenlijk helemaal niet van dat soort tradities. We proberen het gewoon met z'n tweeën meestal wel gezellig te maken. Maar mijn moeder gaat bijvoorbeeld vandaag ook gewoon stofzuigen en de was doen en dat soort dingen. En ik heb dus gewoon mijn vlog zitten bewerken. Mijn moeder is naar stal. En ik zit me nu te bedenken, want ik wil dus eigenlijk... Ik heb natuurlijk een tijdje terug deze kerstpuzzel gestart. En ik ben nog totaal niet ver. Ik dacht nog, oh, die wil ik niet wel met kerst af hebben. Ga er niet worden. Vanavond na het avondeten gaan mijn moeder en ik trouwens ook nog Harry Potter kijken. Dus dan heb ik eigenlijk ook geen tijd meer voor andere dingen. Maar ik wil dus eigenlijk deze puzzel af hebben. Zodat ik vanaf morgen tenminste lekker kan gaan bullet journalen aan mijn bureau. Want het gaat niet met deze hele plaat erop. Maar ik heb natuurlijk voor de kerst deze plaat gehad van mijn moeder. En ik zit dus nu te bedenken, als ik nou die puzzel van deze plaat naar de nieuwe puzzelplaat verplaats. Misschien neemt die minder ruimte in, kan ik hem makkelijker verplaatsen. Kan ik zeg maar wisselen wat ik op mijn bureau wil doen. Want normaal gesproken als ik dus een puzzelplaat hier op mijn bureau had liggen. Dan legde ik hem gewoon als ik aan mijn bureau wilde zitten op het bed of op de grond neer. Maar gezien wij kittens hebben die dat niet heel laten, kan dat niet. Dus ik ga even kijken of als ik hem verplaats naar die andere puzzeltafel, of ik dan ruimte aan mijn bureau heb om morgen eventueel andere dingen te doen aan mijn bureau. Want ik vind het ook zonde om die puzzel gewoon helemaal niet af te maken. Het is dan wel een kerstpuzzel en de kerst is straks voorbij, maar I don't care. Ik wil hem wel gewoon af kunnen maken. Laat ik beginnen met deze doos openmaken, zodat ik überhaupt bij die puzzeltafel kan. Hij is eruit. Doos even aan de kant. Die vonden de kat de afgelopen dagen al heel boeiend. En dan dit ding eraf. Kijk, hij heeft dus dit soort lades erin zitten. Dat maakt het mij juist ideaal. Dan kan ik dus losse stukjes die ik wel al gesorteerd heb, gewoon weg naar buiten in die laadjes stoppen. Zodat de katten er niet bij kunnen.
Maar zodat ik wel gewoon mijn gesorteerde stukjes gesorteerd hou. Dus dat is ideaal. Even kijken, want nu heb ik dus dit allemaal aan lades hieronder. Dit is een stuk waar de puzzel op komt te liggen. Maar wat is dit dan? Oh! Deze moeten op de laadjes. Wat slim, want dan heb je, kan je het laadje makkelijker schuiven. Oké, ik heb mijn schroevendraaier even uit de schuur gehaald. Gaat een stukje makkelijker. Kan ik hem namelijk tenminste echt goed vastzetten. Dat is 1. Dit is 2. 3. En dit wordt 4. Het kan dus eigenlijk ook gewoon zonder schroevendraaier. Je kunt die schroefjes er gewoon doorheen doen. Dat lukt op een manier net niet. Maar je hebt dus in principe geen schroevendraaier nodig. Ik heb deze dus van mijn moeder gekregen voor kerst. Maar als ik hem online kan vinden, als zij vertelt waar ze hem vandaan heeft. Want ik heb hem via vakantieveilingen gezien en toen aan me gevraagd. Maar hij moet natuurlijk ook gewoon mijn webshop te koop zijn. Dus ik zal het even bij haar checken. En als het lukt, zal ik hem even in de beschrijving voor je linken. Hij is dus speciaal voor 1000 stukjes puzzels. Dus grotere puzzels gaan er niet oppassen. Nou maak ik eigenlijk al 1000 stukjes puzzels, dus dat komt goed uit. Dan leg ik hem op het tafeltje neer. Het is één kant zonder rand, zeg maar. Dus dat is ideaal voor de kant waar je aan puzzelt. Zo, en dan ga ik even kijken of ik de puzzel dus hoe, waar ik aan ben begonnen, kan overleggen. Ik ga het in kleine stukjes doen, want ik heb natuurlijk die rand al liggen. Dat ga ik nooit in zijn geheel erin krijgen. Maar wel in losse stukjes. Zo, laatste stuk van de rand. De katten zijn heel geboeid. Maar zoals je kan zien, hij is inderdaad echt perfect voor deze grote puzzel. Dus dat is echt ideaal. Sina's kopjes, dat geef ik er tegenaan. En wat ook echt top is, is dat ik dus hier laadjes heb. Waar ik dus bijvoorbeeld een stukje puzzel wat ik al had in kan leggen. Zodat de katten dat niet per ongeluk pakken. Ideaal voor de momenten dat je niet aan het puzzelen bent. Dan kan je het gewoon zo inschuiven. En ik had ook al een aantal stukjes gesorteerd. Dus die kan ik ook gewoon in een vakje leggen. Dan hoef ik die niet alsmaar opnieuw op te duikelen als ik bezig ben met puzzelen. Maar dit is natuurlijk ideaal als je bijvoorbeeld een luchtstuk hebt ofzo. Dat je alle stukjes voor de lucht alvast in één zo'n vakje kunt sorteren. Zodat als je de lucht gaat doen, je gewoon alles alvast bij elkaar in zo'n vak hebt. En je kunt dus heel makkelijk zo hier erin schuiven. En dat is heel compact, maar wel veilig. Zo ziet hij er dus van bovenaf uit. Nou, je ziet het, het formaat is echt perfect. Hij heeft dus overal randen. Behalve hier, dus je zit niet op een harde rand als je aan het puzzelen bent met je arm. En hij heeft dus in totaal 4 van die vakken. Ideaal om dus inderdaad het stuk echt zo te sorteren. Ideaal als je katten hebt, maar ook gewoon überhaupt. En ik denk dat het ook een fijn formaat is om gewoon op de bank op je schoot te leggen bijvoorbeeld. Dus echt heel blij mee. Ik ga gelijk deze plank opruimen. Want deze kan ik gewoon eventueel op de grond in mijn kledingkast leggen als ik er niet mee bezig ben. Wat echt ideaal is, dan ligt het niet zo in de weg. Super blij hiermee. Hij neemt ook echt wel inderdaad een stuk minder plek in op het bureau. En ik ga nu gelijk lekker even doorpuzzelen, denk ik. Het is dus 11:15. Ik zie dat mijn moeder me heeft geappt. Ik denk dat ik te laat ben met reageren. Gaat over de lunch namelijk. Maar ik ga eventjes, denk ik, lekker puzzelen gelijk. En dan ga ik na het lunchen me helemaal klaarmaken. Ik heb namelijk echt zin of even mijn haar en make-up te doen. Heb ik alweer heel lang niet gedaan namelijk. Daar heb ik echt zin in. Nou, heel erg veel verder ben ik niet gekomen. Ik heb wel heel veel stukjes gesorteerd. Die ik wel weer heel handig in de laadjes kan stoppen. Ondertussen ligt Sina de laptop te bewaken. Die de video aan het opslaan is. Luca ligt hier lekker rustig te slapen. En mijn moeder is net thuis, dus we gaan zo lekker lunchen. Maar die komt zo boven. Dus ik dacht misschien wel leuk om haar te laten zien hoe haar cadeautje in de praktijk eruit ziet. Kijk, mam. Ja. Je cadeau. Ik dacht, dat vind jij vast leuk om ook gewoon te zien hoe het in real life doet. Want jij hebt het alleen maar in een doos gezien. Ja, het zijn echt hele diepe lades. Ja, ze lopen niet dood zo uiteindelijk. Nee, je kunt ze eruit halen. Oh ja, ik zie het. Ik heb ze ook zelf de knoppen moeten monteren. Zo, ze ja. Hebben een klusgroepje. Ja. Het is wat. Is er een bouwpakket ook? En daar zitten ook 2 of zit daar maar 1? Daar zitten er ook 2, maar ik heb nu mijn glas daar staan. Is toch mooi? Ja. Het is aanzienlijk kleiner, dus dit kun je ook gewoon nog op schoot leggen of zo.
De tekentafel van papa was natuurlijk echt het hele bureau. Ja, die was veel groter. Dus dit kan ik ook eventueel gewoon nog in mijn kledingkast op de grond leggen als ik hier wil werken of iets dergelijks. Dus dat scheelt. Ja. Je zou eigenlijk iets moeten wat je er overheen kan leggen. Ja, iets van een zeil of iets dat je zo... Ja, want hij zit hier ook niet dicht natuurlijk. Dus het is niet alsof je hem helemaal veilig hebt als je hem verplaatst. Maar het is wel stukken beter. Je kan hem wel helemaal tegen de rand aanleggen bovenin. Dat je beneden wat meer ruimte hebt, zeg maar. Ja, en dan zegt het perfect voor 1000 stukjes. Grotere dan 1000 stukjes kunnen er niet op, maar ik maak toch al 1000 stukjes. Daarom heb ik deze gekomen, want die was voor 1000 stukjes. Ja. Ze hadden hem ook voor 1500. Toen dacht ik, wow. Ja. Ik heb me wel een beetje vergist in hoe moeilijk deze puzzel was. Ik dacht, oh leuk, een kerstpuzzel. Die maken we voor de kerst. Nou, ik gok dat ik hier nog een week mee bezig ga zijn. Het is een ingewikkelde puzzel, ja. Leuk toch? Heb je het doen? Ja. Maar volgens mij wilde jij eerst lunchen nu. Lijkt me goed, Tom. Ik wil in ieder geval warm chocomel. Maar met choco... Heb je je choco al geprobeerd die ik je had gegeven? Die witte... Ik heb het geprobeerd. Ik denk dat ik iets... Nog een schepje extra bij doe morgen. Vandaag. Ik dacht dat je dacht dat die veel te zoet zou zijn. Ja, dacht ik ook. Maar hij zegt iets van 200 ml melk. En ik denk, ik weet niet hoeveel er in die beker past. Ik heb gewoon een beker melk gepakt en 2 scheppen van dat spul. Je hebt niet gemeten gisteren, zeg maar. Nee. Want jij had... De witte chocolademelk met sticky toffee pudding smaak. Ja, en ik had weer zoiets van, het is een beetje melkig. Weet je wat, dacht, misschien moet je dan in. Toch de afmetingen doen. Misschien moet je iets meer in, dus ik ga er iets meer erin gooien. Ga je die nu maken? Die ga ik nu maken. Dan wil ik ook proeven. Oké. Mag dat? Van jouw cadeau? Vooruit dan maar. Mama heeft nu de chocomel weer op gevoel gedaan, dus ik ben benieuwd. Maar dat is dus deze die ik er... voor kerst had gegeven. Hij klinkt heel zoet. En mama is tegelijkertijd het kerstdiner van de kat aan het klaarmaken. Ziet er heel lekker uit. Echt appetijtelijk. Ja, hè? Gekookte vis. Gekookte vis. Welke vis houdt ze ook weer? Koolvis. Maar aangezien degene die vanavond komt eten, vega eet, hadden ze iets van laten we zorgen dat de visgeur dan weer een beetje weg is. Dus... Ik hoop dat dat lukt. Ja. Maar ze hebben het al 1 keer eerder gehad met Dierendag en toen vonden ze het helemaal geweldig. Dus ze dachten, nou, krijgen zij ook een keer een kerstdiner. Zeg Kala, kom jij eens even uit die plant? Onze kerstlunch van vandaag. Een beetje karig qua hartige dingen, maar ik heb wel nog mijn truffelkaas. Dus daar heb ik zin in. Jij, ga je proeven? Nee, ik heb koude handen. Oh. Die zijn nog niet opgewarmd van daarnet. Mama was net van stal terug. Het was koud buiten. Het is echt christuskoud buiten. Ja, zo is het gisteren ook. Nee, het was nou echt erger dan gisteren. Nog erger? Ja. De wind was gisteren erger, maar ik vond het nou kouder. Oké. Okay. Dus. Ja, ik ga wel opproeven. Mama vindt het te heet. Kalaas vindt het aardig. Het is bijzonder. Het is een soort kruidig. Ik vind het niet heel zoet. Of zo. Nou, voor tussendoor wel lekker. Zou niet elke keer willen. Nee, dat heb ik ook. Maar vind jij hem heel, heel zoet? Nee. Nee, toch? Ja. Hij klinkt echt extreem tanden aan elkaar plakkend zoet. Hij klinkt meer zoet, ja. En dat heb ik niet. Ik vind hem wat dat betreft... Ja, kruidig is misschien niet de goede bewoording. Ja. Maar wel... Het is niet zo extreem zoet. Dus wel geslaagd. Ja. Toch? Ja. Gelukkig. Inmiddels is het rond 2:00. Ik heb mijn video net in de upload gezet. En ik ga mijn haar dus krullen. Ik heb het gevoel dat ik moet opschieten. Omdat het inplannen van mijn video meestal ook wel een half uur à uur duurt. En ik moet dus helemaal... Ik wil glammen, om het even zo te zeggen. Dus ik heb een beetje het gevoel van... misschien moet ik toch een beetje gaan opschieten. Dus ik ga even mijn krultang neerleggen. Ga mijn haren krullen, mijn make-up doen. Ik weet niet, ik heb gewoon tegenwoordig dat ik dat eigenlijk nooit meer doe. Ik krijg ook heel veel vragen waarom. Dat zal ik zo meteen even doen terwijl ik mijn make-up aan het doen ben. Dat is net even wat relaxter. Maar ik heb nu gewoon echt even zin om weer eens lekker glam te doen. Ik weet niet. Ik doe het dus eigenlijk nooit meer. Ik heb het laatste keer dat ik mijn make-up heb gedaan, was toen ik mijn shoot had met de meiden van Go Big Go Bold. Toen had ik voor mij ook mijn haar niet gedaan. Maar in ieder geval, of het is wel mijn haar gedaan, maar niet gekruld, zeg maar. En dat is altijd wel voor mij echt het momentje dat ik denk, ja, nu ga ik echt full glam. Ik doe even mijn heat protector erin. Ik zal alles weer in de beschrijving linken. Je kunt trouwens allemaal geluiden horen van mijn moeder die aan het stofzuigen is. Wat ik al zei, it's just a normal day. Dus dat soort dingen gebeuren ook.
Maar dit is dus volume mousse plus heat protector in 1. En deze helpt, vind ik altijd heel erg goed, om mijn krullen er goed in te laten zitten. En ik heb mijn haar dus eigenlijk, sinds ik het korter heb geknipt, of laten knippen natuurlijk, nooit meer gekruld. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit komt te zien. Ik gebruik de grootste krultang op mijn krultang. Ik heb er eentje zeg maar met 3 opzetstukken. En ik ga de grootste gebruiken, want ik hou nooit van echt van die hele strakke pijpkrulletjes. Dus vandaar de grootste. Kan ik het product er nog eventjes goed doorheen. En dan maak ik secties in mijn haar. Ik begin altijd met echt alleen zeg maar dit onderste gedeelte. Dat is de laatste keer dat ik het heb gedaan, is toen ik nog langer haar had. Dus ik hoop dat deze manier nu nog steeds werkt. Het zal wel. Ik hoop alleen dat ik die hele korte plukjes hier achterin voor elkaar ga krijgen. Zonder dat ik per ongeluk mezelf brand. Maar we gaan er vertrouwen in hebben. Jullie hebben mijn laatste kersthaarstijl die maken. En gezien dat ik niet heel handig ben met haar. Maar op zich gaat mijn haar krullen me meestal wel goed af. Dus vandaar dat ik dat ook even laat zien hoe ik dat een beetje doe. Want voor mij heb ik het nog nooit echt goed laten zien op YouTube. Ik doe in ieder geval mijn Heat Protector handschoentjes aan. En dan pak ik een pluk haar. Ik heb mijn krultang laten opwarmen naar 180 graden en 10 seconden. Hou ik hem van bovenaf en krul ik van mijn hoofd af. Zet hem aan. Zorg dat ik het goed strak houd. En dan laat ik vervolgens de krul op mijn hand vallen en hou hem even zo vast om af te koelen, zodat hij niet gelijk helemaal uitzakt. En dan ga ik verder met de volgende pluk. En de volgende, die het meest tricky is. Gok dat dit ook de minst mooie pluk gaat zijn voor mij om te krullen. Maar dat zijn gewoon die korte plukjes nu achter in mijn nek. Waar ik gewoon niet zo goed bij kan. Dus gewoon heel lastig is. Goed. We houden hem maar even goed vast in de hoop dat dat nog een beetje de krul erin houdt. En wat ik vervolgens doe is dus per sectie. Ik heb dus elke keer zeg maar een stuk omhoog gedaan. En dan doe ik 1 kant van mijn hoofd, dus de linkerkant of de rechterkant. En daar spreek ik dan vervolgens alvast wat haarspray in. Zodat hetgeen wat er nu in zit alvast een beetje wordt vastgehouden terwijl ik de rest krul. Dus ik ga eventjes door met de rest van mijn hoofd. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around. Keep... Ik zie eruit als een soort Medusa. Maar ik ga nu eerst mijn make-up doen. Dan ga ik het daarna dus een beetje met mijn handen uit elkaar halen. Maar zo heeft het goed de tijd om af te koelen in de krul, zeg maar. Want als je het doet terwijl het nog warm is, dan haal je eigenlijk alle krullen eruit. Maar goed, ik ga dus nu mijn make-up doen. Voor het eerst dus sinds oktober, denk ik, dat ik dat voor het laatst deed. Misschien wel zoals eind september. Nou ja, in ieder geval toen ergens had ik nog een shoot met de Cobico Bold voor de Irina Goes Bold 2.0 collectie voor de herfst. En daarop had ik toen ook make-up opgedaan met het idee, dat is misschien voor ja, echt persmateriaal wel zo mooi om dan echt net even wat mooiere foto's te maken met make-up op. Maar in principe draag ik, zoals jullie hebben kunnen zien de afgelopen tijd, eigenlijk nooit meer make-up. En ik heb daar echt zo vaak vragen over gekregen de afgelopen tijd. Ook heel erg onder vlogmas, omdat het nu natuurlijk echt heel erg opvalt. Je ziet me nu echt dat ik eigenlijk nooit meer make-up draag. En ik vind het wel grappig dat ik daar zoveel vragen over krijg. Want eigenlijk in het dagelijks leven droeg ik al niet heel veel make-up meer. Ik droeg vroeger echt bijna dagelijks make-up. Naar school, met filmen, als ik ook maar iets buiten de deur ging doen. En dat is steeds minder geworden. Ik vind het zelf namelijk niet nodig om make-up te dragen. Er zijn mensen die echt de deur niet uit durven zonder. En dat wilde ik mezelf eigenlijk altijd daarvan beschermen. Want ik vind het gewoon zonde als je jezelf zonder make-up niet goed genoeg vindt. Niet mooi genoeg vindt. Dat soort dingen. Dus daar heb ik mezelf altijd van beschermd om gewoon lekker ook zonder make-up de deur uit te gaan. Dat ging op zich altijd bij mij wel goed. Want ik had natuurlijk mijn paard. Nou, ik ga me echt niet opmaken om naar stal te gaan. Dus daarmee heb ik mezelf eigenlijk altijd dat wel een beetje zien aan te leren. Dat ik dat dus niet kreeg. Dat ik mezelf echt zonder make-up niet mooi zou vinden. Maar ik merkte de afgelopen tijd dat ik ook gewoon steeds minder
behoefte had aan make-up, steeds minder zin had om het te doen. En eigenlijk alleen nog maar make-up droeg op filmdagen. Dat ik dus echt video's aan het filmen was voor YouTube, et cetera. Dat waren eigenlijk de enige momenten dat ik nog make-up droeg. En ik ben natuurlijk afgelopen jaar, als je me volgt op Instagram, ben ik in juni, eind juni, begin juli, overgegaan op Instagram qua feed van een gefilterde feed naar een ongefilterde feed. Omdat ik dat gewoon veel meer vond passen bij de boodschap die ik over het algemeen probeer over te brengen. Als je nieuw bent bij Vlogmas, dan heb je het misschien nog niet heel heftig gezien. Maar ik ben echt iemand die voornamelijk video's maakt over het algemeen over de realiteit, over mentale gezondheid, over body positivity, over zelfliefde. En daar vond ik gewoon een hele perfecte gefilterde feed niet meer bij passen. Dat was gewoon het tegenovergestelde van wat ik wilde meegeven. Ik weet dat heel veel mensen onzeker worden van dat soort dingen. En ik vond het gewoon niet oké dat ik het de hele tijd had over blij zijn met jezelf, body positivity, mentale gezondheid. Terwijl ik eigenlijk wist dat ik met mijn foto's een vertekend beeld gaf. Dus heb ik toen besloten, ik ga mijn feed helemaal omgooien. Ik ga gewoon ongefilterde foto's plaatsen. Geeft mij ook meer vrijheid om te plaatsen wat ik wil, wanneer ik maar wil. Het geeft een beter beeld. Ik kan ook de minder mooie kanten van het leven laten zien. Het gaf mij gewoon daarin die vrijheid. Maar ook voornamelijk, het paste dus heel erg bij de boodschap die ik wilde overbrengen. En eigenlijk sinds die feed had ik zoiets van, weet je, ik wil een ongefilterd beeld geven van mijn leven. En bij een ongefilterd beeld betekent ook Irina zonder make-up. Want mijn Instagram story had ik wel regelmatig geen make-up op. Maar eigenlijk al mijn Instagram foto's op mijn feed of in mijn reels, et cetera, had ik altijd make-up op. En als je dan keek naar mijn dagelijks leven, dan droeg ik 1 dag in de week ongeveer make-up. De ene dag dat ik dus content aan het schieten was voor YouTube en Instagram, et cetera. En toen dacht ik, dat is dus ook niet realistisch. Dat is ook niet real. Ik draag gewoon 6 van de 7 dagen geen make-up. Waarom op Instagram zie je dan eigenlijk continu mij met make-up, terwijl het eigenlijk het grootste deel van de tijd niet zo is. Dus toen ben ik vaker ook foto's en content gaan plaatsen van mij zonder make-up. Wat eigenlijk ook heel veel vrijheid bood, want daardoor kon ik gewoon op het moment zelf lekker een fotootje maken ergens van en dat gewoon plaatsen. Zonder dat ik dacht, ja, maar ik heb geen make-up op, dus dit is niet Instagram waardig. En dat zorgde ervoor dat ik dus ook gewoon, ja, foto's ben gaan maken voor mijn feed, et cetera, zonder make-up. En dat gaf me eigenlijk gewoon zoveel, ja, vrijheid in contentcreatie, dat ik gewoon dacht, waarom doe ik hier zo moeilijk over? En omdat ik het dus ook voor mijn werk niet meer deed. Want eigenlijk de dagen dat ik dus make-up op had, waren specifiek voor content. Omdat ik dan content wilde schieten, deed ik make-up op. Mijn laptop is klaar, is opstijgen. Die is die vlog aan het uploaden. Ik hoop dat alles op tijd lukt. Want ik zag dat de wifi niet helemaal meewerkt. Het is 3:15. Moet op zich nog wel lukken. Maar de enige dagen dat ik dus eigenlijk nog make-up droeg, waren op de dagen dat ik, ja, specifiek content ging maken. En daarvoor deed ik make-up op. En toen ik dus dat weg liet vallen van, oh, ik hoef geen make-up te dragen voor content, toen merkte ik dat ik zelf ook niet de behoefte had om dan nog op een andere dag specifiek mijn make-up te doen. En heb ik eigenlijk met mezelf afgesproken, doe lekker je make-up als je er zin in hebt. Maar niet omdat je denkt, oh, vandaag ga ik content maken, dus moet het. Vandaag ga ik de deur uit, dus moet het. En ik merkte gewoon eigenlijk heel erg dat ik daarmee steeds minder zoiets had van, oh, ik wil het. Dus deed ik het niet. Vandaag had ik dus heel erg zoiets van, oh, ik heb echt zin om mijn make-up weer eens te doen. Maar dat is dus eigenlijk de reden waarom ik geen make-up meer draag. Het is dus niet dat ik tegen make-up ben of dat ik echt denk van, oh, ik ben niet mooi met make-up of ik ben wel mooi zonder make-up. Ik vind gewoon make-up is iets leuks en absoluut, als jij graag make-up doet, doe het vooral. Maar ik had vooral zoiets van, ik ben continu bezig met body positivity en zelfliefde en van jezelf leren houden zoals je bent. En ik heb niks tegen make-up, absoluut niet. Maar ik had wel zoiets van, als ik dat de hele tijd, die boodschap de hele tijd de wereld ingooi, waarom verstop ik mezelf dan bij elke content die ik maak continu achter make-up? Dus toen dacht ik, we gaan ook gewoon het zo doen. En dat is eigenlijk hoe het is ontstaan en hoe ik dus alleen maar minder en minder make-up ben gaan dragen.
Het is dus niet dat ik denk van wow, mijn liefde voor make-up is helemaal weg. Ik heb er gewoon alleen minder behoefte aan. Maar zoals vandaag ga ik dan weer lekker mijn Game of Thrones oogschaduwpaletten erbij pakken. Deze heb ik een paar jaar terug voor mijn verjaardag gehad. Het was een limited edition van Urban Decay. En daar word ik dan wel weer helemaal happy van. Maar het is nu gewoon geen ik moet het op want het is kerst. Of oh ik moet het op want ik ga shooten. Of oh ik moet het op. Nee, dat helemaal niet. Ik doe het op omdat ik er zin in heb. En ik heb er gewoon regelmatig geen zin in. Ik kies dan liever voor nog wat verder uitslapen. Dan dat ik kies om eerst mijn make-up te gaan zitten doen. Dus ik hoop dat dat een beetje alle vragen beantwoordt. Ik ga nog even lekker kerstmuziekje opzetten. Mijn make-up doen. Mijn haar uithalen. Zo met mijn handen een beetje zo er doorheen, zeg maar. Dat doe ik ook niet met een borstel. En een andere outfit aan doen. Dan zal ik jullie zo meteen mijn finished look laten zien. Maar mocht je dus nog vragen hebben over mij en make-up, et cetera, die ik niet heb beantwoord, laat ze even weten in de reacties. Want ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Maar mijn hoofd is een beetje druk omdat ik dus denk, oh, ik moet opschieten. Want de vlog moet nog en ik moet nog klaarmaken. Dus het kan best zijn dat ik iets vergeten ben. Als dat zo is, let me know. Oké, final outfit. Ik heb dit leuke jurkje aangetrokken van de MS Mode Party collectie van vorig jaar. Heeft een beetje van die see-through mouwen. En ik heb dan voor de warmte deze blazer eroverheen gegaan. Die is ook van MS Mode. Deze is volgens mij wel nog verkrijgbaar. Voor de finishing touch heb ik de gingerbread sokken aangedaan die ik van Elise heb gehad. Met natuurlijk mijn kerstsloffen. En ik heb deze prachtige oorbellen van Cobico Bold ingedaan. Ik hoop dat je ze goed kan zien, maar de zwarte met gouden, zeg maar. Ja, ik vind ze echt prachtig. Ik zat nog te twijfelen of ik de rode sterren van Studio Vaya in zou doen. Maar daar heb ik de afgelopen dagen al in gehad. En als ik het straks eens warm krijg, dan kan deze uit. Waarschijnlijk is dat het geval met kaas van nu en zo. Maar goed, dit dus. En de puzzeltafel past inderdaad in mijn kledingkast op de grond. Dus ideaal. Het is inmiddels wel al 4:30. Dus ik ga heel snel de vlog nog even inplannen voor morgen. Voordat dus de vrouw van mijn opa komt. En dan gaan we daarna gezellig samen eten. Kletsen. Mijn moeder en ik daarna nog Harry Potter kijken. Gewoon een chille tweede kerstdag avond. People, please. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Toen was het tijd om naar bed te gaan. Het is nu 11:00. Het was heel gezellig vanavond. Lekker kaasfonduut. Daarna met mama nog film gekeken. We zijn tot halverwege gekomen of zo van deel 3 van Harry Potter. Morgen weer verder. Maar morgen moet mijn moeder ook weer gewoon vroeg op voor de werk. Dus we hadden zoiets van laten we maar gewoon stoppen. En ik ga deze vlog ook nog niet afsluiten. Want ik wil graag nog een winactie doen met de kerstspirits van vandaag als idee. Dus dat ga ik morgenochtend even doen. Daar heb ik nu echt geen zin meer in. Want ik moet die producten nog even bij elkaar zoeken. Maar dat plak ik dus morgenochtend gewoon hierbij vast. Dus dat kun je nu zien. Oké, het is de volgende ochtend. Ik ben druk bezig met het editen van de vlog. Zoals je kan zien, proberen de katten me daarmee te helpen op hun manier. Maar ik heb hier een doosje samengesteld met wat leuke producten. En ik heb dit keer gekozen voor een pakketje met zowel make-upjes als verzorgingsproducten. Omdat meerdere van jullie hadden aangegeven dat jullie dat ook juist heel leuk vinden. Dus ik zal het even per categorie doen. Ik begin even met verzorging. Als eerste de Love & Plums Sugar Body Scrub van de Body Shop. Ik heb van de Body Shop ook de Shea Body Lotion erin zitten. En een mini van de Pink Grapefruit Shower Gel. Dan van Essence een 24/7 hand cream en mask. Dus ideaal voor deze tijd van het jaar. Van Essence ook de Hello Good Stuff face cream. Deze is soothing en moisturizing. Dan heb ik van Ghoul
de Positive Hair Vibes Only shampoo en conditioner. Die zijn beide voor energie en herstel. Een klein dingetje erbij zitten om je make-up kwasten mee schoon te maken. Die kun je er overheen halen, is echt ideaal. Deze is van Essence uit de adventskalender, dus die is ook niet los verkrijgbaar. Ik heb er twee oogschaduwpaletjes in gedaan van Catrice. Dat zijn deze twee. Een mauve en een nude palet. Van Catrice ook de Clean Idea Insta Bright Serum Primer. De Essence Lash Like a Boss nep wimpers. Maar ook een hele mooie mascara waterproof van L'Oreal. De Lash Paradise waterproof versie dus. De Essence Booster Lip Butter. Dus dit is voor je lippen. Ook ideaal deze tijd van het jaar. En ik heb er nog een aantal toffe lipproducten in gedaan. Als eerste van Essence een lipstick. Die komt uit de adventskalender. En dat is deze prachtige kleur. Die is dus als je de adventskalender niet hebt, niet los verkrijgbaar. Ik heb van Essence de What the Fake Plumping Lip Filler erin gedaan. Dat is gewoon grappig om een keertje te proberen. Van Maybelline de Superstay Matte Ink in kleurtje 15 Lover. Dit zijn echt hele fijne lipproducten. Deze heb ik zelf ook altijd heel veel gebruikt. En van de Body Shop de My Choice Vinyl Lip Gloss. En dat is deze kleur. Wat je moet doen om kans te maken is heel erg makkelijk. Je moet als eerste deze video een like geven en geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Dat is gewoon gratis. En ik geef gewoon graag dingen weg aan mijn abonnees. En om eventjes in de spirit van kerst is voorbij te blijven. Ik heb natuurlijk mijn Lush adventskalender die ik deze maand heb geopend. En die is nu helemaal leeg. Ik kan alle verpakkingsmateriaal en zo eruit halen. En dan heb ik gewoon een leuk ladekastje over. En nu is mijn vraag, wat ga ik daarin doen? Ik heb al twee adventskalenders van de afgelopen twee jaren. Waarin de ene mijn Lush backups zitten. En in de andere zitten mijn bullet journal spulletjes, creatieve spulletjes en zo. Waarvoor ga ik dit derde kastje gebruiken? Het moeten dus niet hele zware dingen zijn. Maar ik ben wel benieuwd wat jij denkt dat nuttig is om in die kastjes of in die lades te stoppen van dat kastje. Gebruik je fantasie. Jullie kennen me altijd heel goed, dus ik ga ook geen hints geven of zo. Maar ik ben wel benieuwd waar jullie mee komen. Ik heb zelf een paar ideetjes, maar wie weet komen jullie met nog iets leukers. Dus laat dat allemaal weten in een reactie. En dan komt dit misschien binnenkort wel jouw kant op. En dan was dit ook gelijk de vlog van vandaag. Volgens mij was die weer heel erg gezellig. In ieder geval hoop ik dat je hem leuk vond. Als je het nog niet hebt gedaan, doe dus eventjes een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en op het belletje te drukken. Is gratis. Je helpt mij er heel erg mee. En dan mis je nooit meer een video. En dan zie ik je gewoon heel graag terug morgen bij Vlogmasdag 27. We gaan gewoon nog even een paar dagen lekker door.